Heel soms verkoop ik wel eens wat op marktplaats. Dat doe ik dan niet zelf. Ik denk dat mensen het heel gek vinden als ze bij mij iets af moeten halen. Maar dat doet dan iemand voor me. Ik wilde heel graag een nummer over opruimen en ontspullen. Want dat is helemaal mijn ding. En ik word er echt oprecht heel erg gelukkig van. Als ik eraan moet beginnen, denk ik, oh, gaan we weer, ben ik de hele dag mee bezig. Maar aan het eind van de dag, als dan weer alles zo helemaal kakstrak in mijn kast hangt en alles is weer mooi gevouwen, nou, daar kan ik gewoon intens gelukkig van worden. Nou, ik trek 2 keer per jaar een volle dag uit om kledingkasten uit te mesten. Ik heb 12 spijkerbroeken. Dat zijn er gewoon zeker 5 of 4 te veel. Die is met flair, die is donker, die is licht. En dan, nou, dan moeten er gewoon 4 of 5 uit. Dat is de opdracht. En dan die andere die ik hou, die stapel ik dan heel mooi op. Nou, plank klaar. En dan ga ik door naar de volgende. Shirtjes, blouses, jasjes, jurken, vesten. En dat hangt bij mij allemaal sowieso bij elkaar. En dan hang ik het op kleur. Maar je hebt gewoon een verschil tussen verzamelaars en ruimers. En ik ben een ruimer. En Jeroen is een verzamelaar, dus dat is een prachtige combinatie. Maar ze zeggen dat mensen die zo'n behoefte hebben aan dit, achter mij, dat eigenlijk mensen zijn die heel chaotisch zijn in hun hoofd. En ik geloof dat dat wel klopt. Door om me heen een soort orde te creëren, of dat nou in mijn klerenkast is of op mijn bureau, wordt het rustiger in mijn hoofd. En dan kan ik me concentreren. En Jeroen kan dus, nou, tussen die rommel op dat bureau, gewoon gaan zitten werken. Die ziet dat helemaal niet. Dus die is eigenlijk in zijn hoofd een stuk rustiger dan ik. Kleren gaan eigenlijk altijd per definitie naar mijn vriendin. Die zijn er heel blij mee. En ik vind dat ook hartstikke leuk. Want dan zie ik soms 3 jaar later zie ik een vriendin in een hele leuke jas. En denk ik, oh, die was van mij. Daar heb ik er nog dubbel plezier van eigenlijk. Ik probeer ook altijd andere mensen te overtuigen van het feit dat het goed is om spullen weg te doen. Om minder spullen te bewaren. Maar ik heb heel veel mensen, ook vriendinnen om me heen, die me dan aankijken of ze water zien branden. Want dat doe je toch niet weg? Het zijn ook herinneringen. Ja, hoeveel herinneringen kan je bewaren? Je kan 1 tandje van je kind bewaren. Je kan ook het complete melkgebit bewaren. Ik bewaar de bijzondere dingen. Die lijst ik dan ook in. Geef ik een plek. En verder weg.